Ik heb een longontsteking gehad. Oh. Dus ik hou het echt voor gezien. Ja. Ik ben overigens niet van het surfen. Nee. Dus ik heb het land opgelopen. Ja. Ook gevaarlijk. Ja. Nee, maar kijk, weet je waar het ligt. Ik weet niet waar ze het over hebben. Maar ja, elk jaar vallen hier mensen tussen de rotsen. Ja. Ik surf hier al 17 jaar. Ik woon hier al 26 jaar. En ja, nog steeds lopen we ook hier over de haven. Want elke dag vallen er doden op de weg. Ook gaan we daar zo. Ja, elke dag gaan we weer de weg op. Ja. Het water, natuurlijk is het gevaarlijk en ja, daarom doe je het ook. En, Maar waarom denk je dat die regeling nou ineens doorgaat? Nu ineens? Ik denk niet dat het zomaar doorgaat. Of ik denk eerlijk gezegd, weet je, dat wij hier gewoon blijven surfen. Dus ze kunnen die regel wel opstellen. Maar ik weet niet of die ook opgevolgd gaat worden. Nee. Dat denk ik niet. Nee. En dan is het gewoon zo laat zoals het zo is. Want als je hier een politieagent dat eigenlijk iemand moet gaan zetten, dan loopt ook het hele korps leeg. Ja. Nee, maar ja, het is hartstikke leuk. Dit is een beetje positief bezig hier. Ja. En dat kunnen ze niet stoppen. Nee. En over de hele wereld heb ik gesurfd. Ja. En als dit dan gevaarlijk is, dan, dan hoef ik niet meer naar Hawaii toe, zeg maar. Ja, dat is goed. Ja. Ja, joh. Jan? Ja, mijn naam is Joon Niet, 26 jaar oud. Scheveningen. Ja, geboren en getogen. Omdat ze zeggen dat de veiligheid in het geding is. Ja. Eigenlijk heeft de gemeente naar alle waarschijnlijkheid een dubbele agenda. Ja. En gaat het eigenlijk om dat er hier een cruise terminal komt. Ja, ja. En is de veiligheid helemaal geen zaak, geen issue. Er is nee. ooit iemand in nood geraakt, een zwemmer. Er is nooit een surfer geweest, er is nooit wat gebeurd. Nee. Het gaat alleen maar om geld. Geld verdienen voor de gemeente. En de harten van de mensen wordt niet serieus genomen. Nee. Ik zeg, go with the flow. De gemeente gaat tegen de flow in, dus veroorzaak je alleen maar problemen. Dit is onze passie. Ja. Is dit jouw favoriete locatie in Scheveningen? Zeker. Ja? Hier ben ik geboren als surfer en hier zal ik ook doodgaan als surfer. Ja, ja. Heb je ook al in op buitenlandse locaties? Heb ik ook gesurfd. Ja? Ja. Zeg eens iets ver. Australië, Nieuw-Zeeland, ja? Canada. Helemaal te gek. Ja. Hey, bedankt. En dames, tevreden over de actie? Ja, ja? Goed toch? Ja? Je ziet er droog uit, ben je er ook water geweest? Ik ben te laat. Ben je te laat? Ik vind de actie wel goed, ja. Maar wij zijn te laat, dus wij gaan wel mee peddelen naar het stadhuis. Oh, ja. Maar de sessie hebben we niet gehaald. Nee, dat is wel jammer inderdaad. Ja. Dus ben je ook hier normaal gesproken surfen hier? Normaal gesproken wel, maar ik ben nu net te laat. Ah, dat is jammer. Ja, dus, maar ik heb mijn best gedaan. Ja. Succes. Het is wel steenkoud. Jullie gaan nu ook nog in het water liggen. Ja. Wat doe? Ja, waarom trotseren jullie de kou in dit... Ik neem aan dat het verhaal wel duidelijk is, dat anders Zuid dicht gaat. Ja. En de reden is dat wij hier aanwezig zijn, omdat we ons gewoon geroepen voelen. Of we nou al heel lang surfen of kort surfen, zijn gewoon... heel erg blij met het stukje surf dat we hebben in Nederland. En dat is al niet een ruime aanbod. Het is Scheveningen, bij de haven voornamelijk. En daarmee moet je het doen. Ja. Als je in Den Haag woont dan. Ja. Dus is het gewoon goed als je zoveel mogelijk man hierop reageert. En kan laten zien dat er wel heel wat mensen zijn die deze sport beoefenen. En allemaal plezier hebben in het... In de sport en in de hobby. En dat je daarvoor gewoon moet opkomen als je wat gevraagd wordt te kopen. Ja. Dankjewel. Ja. Nou ja, ik vind het gewoon hartstikke dapper van jullie dat jullie in deze kou allemaal tevoorschijn komen om eventjes je mening te laten zien. Wat is jouw reden geweest om mee te doen? Ja, het is deels natuurlijk een stukje je eigen belang. Maar... Jij bent ook een fervent surfer. Ja, ik doe het eigenlijk niet zo heel lang. Maar wanneer ik kan en kan het ding een beetje combineren, dan ga ik erin. Ja. Ik vind het echt top, altijd wel veel watersport gedaan. Oh, ja. En wel gewindsurfen. En Scheveningen ook?
Ja, was naar zijn slag vooral. En nu een beetje surfen. Ja. Lekker. Ja. En als je wat kan doen voor je eigen sport, dan ga je ervoor toch? Ja, en de kou is een oplossing. Ja, perfect. Maar ik ben benieuwd, het slootje heb ik nog nooit genomen. Echt schollekop. Ja. Lekker hoor. Ja. We gaan echt naar pellen door de grachten. Dat is minder lekker denk ik maar. Nou, hadden jullie wel een uniek beeld, denk ik. Ja, hè? Ja. Geen story maken. Maar ik kan eigenlijk tegen de kids zeggen, kijk, papa was erbij. En succes, hè? Yo, later. Succes. Dankjewel, hè. Nou, ik weet dat het wel nog een keer gaan staan.